Welcome by Null Fear Achtzess TV. Social television with a wing. Dit is 0486 TV met een nieuwsupdate. Ik sta tegenover Frank Haans op een bijzondere plek, een historische plek. Wat heb jij met de historische plekken, Frank? Nou, mijn vak is monumentenzorger, bouwhistoricus en monumentadviseur. En wat dat betreft, zeg maar, van huis uit ben ik actief, zeg maar, in historische omgevingen met historische gebouwen. Nou, woon jij hier vlakbij en om ons heen zien we een aantal hele mooie plekjes, zoals daar de Hampoort. Mm-hmm. En achter ons, wat is dat voor gebouw? Dat is de oude villa van de geneesheer directeur die van de Rijkspsychiatrische inrichting, die kwam in het arsenaal nadat de vesting was ontmanteld, zo rond 1900. Je haalt het al aan, arsenaal. Net zei je in het gesprekje van het arsenaal is zo verbonden met graven. Wat is de verbintenis met arsenaal en graven? Nou, ten eerste, de plek is natuurlijk onder de kat die naast het arsenaal ligt. Daar liggen de resten van het kasteel van de heren van Kuik. Wat de oorsprong is eigenlijk van het stadje Graven, want bij dat stadje bij dat kasteel ontwikkelde zich een stad die onder de naam Graven bekend zou worden. Uiteindelijk is dat kasteel na verwaarlozing en verwoesting gesloopt na 1674. En toen is op die plek het arsenaal ontstaan, deels nog in bijgebouwen van het kasteel. En op de plek van het kasteel kwam een hoge aarde dekkingswal om de kruidvoorraden en de wapens die hier opgeslagen lagen te beschermen tegen vijandelijk vuur, zeg maar. Het is nu zogenaamd het kapelletje. Ja, dat is het kruidhuis geweest, ja. En het is een kapel geworden toen het complex een psychiatrische inrichting werd. Het was eigenlijk in het, zoals je weet, is het project eigenlijk historisch graven opgestart. En een van de dingen daarin, items daarin, is het de vesting werken en de eventuele mogelijkheden tot herstel van onderdelen daarvan in samenhang met andere projecten om eigenlijk historisch graven ook toeristisch beter op de kaart te zetten. Ik denk dat je daarmee ook beleid maakt en uitvoeringsperspectieven. Maar ja, de gewone burger die wil het gewoon zien. Gebeurt er al wat? Er gebeurt natuurlijk al wel wat. Hier aan de overkant van de Rijksweg zijn met aarde wallen de contouren weer zichtbaar gemaakt van een puntje van het bastion Kastelen en het Ravelijn. Het vroegere veldje waarop geschaatst kon worden in de winter. En die worden niet, zeg maar, nu volledig gereconstrueerd, maar je kunt wel met het profiel zien hoe ze er ongeveer uit hebben gezien. Ze zijn daardoor beter herkenbaar als restanten van vestingwerken. Je zegt het heel tactisch, hè, maar even gewoon recht voor de raap. Als hij concreet zoals het was gereconstrueerd was, dan had je een wal gehad van? Dan komt het met een eerste gemetselde muur en daarboven een aarde wal. Tussen de 7 en 8 meter zouden die vestingwerken dan uit de gracht oprijzen. En daar konden de inwoners van aan de kant van de Arnst van Gelderweg niks meer zien. Aan de overkant stond dan een flinke muur of een wal tegenover. Ja, dan staat er dat gevaar ertussen, ja. Dus gezien de huidige tijd is dat gewoon een reële concessie die gedaan is. Ja, het is sowieso de vestingkrans volledig reconstrueren is niet mogelijk. Want sinds de jaren 30 loopt de Rijksweg dwars over de vestingwallen heen. En zijn de huizen die aan de Arnoud van Gelderweg staan gebouwd in een voormalige gracht. Dat is ook wel te zien, want sommige zijn ook een beetje scheef gezakt nadien. En zo zijn er, zeg maar, meer dingen. Het huidige stadhuis staat natuurlijk op het voormalige bastion Oranje. Ja, dat zijn sowieso natuurlijk ontwikkelingen die je niet meer terugdraait. Dus je moet
kijken hoe je de verschillende elementen die er nog zijn en die je eventueel kunt terugbrengen, aan elkaar kunt knopen tot een begrijpend geheel. En vandaar dus dat men ook stedenbouwkundigen en landschapsdeskundigen heeft ingezet om plannen te maken hoe je ook dat verbinden kunt doen. Want daar zijn natuurlijk wel middelen voor om te laten zien dat iets doorliep naar een andere kant met een onderbreking daartussen. Nou ben jij een gecertificeerde expert, zelfs hè, met veel kennis over historische panden, over wallen, over cultureel erfgoed. Maar je bent ook een gravenaar. Als je kijkt naar graven en de toekomst, wat is jouw droom dan? Nou, ik zou op zich graag zien dat er een duurzame herbestemming komt voor een paar grote monumentale complexen. Dan hebben we het over de kloosters, Generaal de Bonskazerne en hier het arsenaal. Maar ook op iets kleinere schaal Katrien, zeg maar het oude Catharina Gasthuis, wat nog altijd op een herbestemming wacht. En ik zou het heel mooi vinden voor gravenaren zelf, maar ook voor de toeristen, als één onderdeel van de vesting wel volledig gereconstrueerd zou worden. En dat zou zijn het ravelijn met de bruggen voor de Hampoort. Dus dat je voor fietsers en voetgangers van over de grachten, zeg maar via de houten bruggen, door de Hampoort de stad in kunt gaan. En meer informatie kan men vinden op de website van het museum, denk ik. Ja, onder andere. Ja. En wat misschien ook wel leuk is, is dat je dus via Facebook, daar beheer ik ook een pagina Graven Nostalgia. En dat is een hele leuke, eigenlijk interactieve manier van geschiedenis beleven, want daar plaats ik zelf uit collecties oude foto's op, maar ook volgers sturen foto's. Waarbij dus ook soms nog een betrekkelijk recente geschiedenis die gravenaren allemaal mee hebben gemaakt uit de jaren 80, 90 ook aan bod komt. Dus dat gaat niet alleen over oude gebouwen, maar ook over gebruiken, over carnaval in het verleden. Dus dat zijn ook leuke bronnen om eens rond te snuffelen. Frank, geweldig. Bedankt voor je tijd en enthousiasme. Facebookpagina Graven Nostalgia. Het kan zo zijn dat het daar gewoon kei druk gaat worden naar aanleiding van deze uitzending. Maar heel veel succes en ook succes met de spreekbeurten die je gaat houden. Ja. We gaan je volgen. Ja. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door arenalokaal.nl. This was an edition of 0486 TV, social television with a wink. Please like our Facebook fan page and see you soon.